Er hing daar zelfs zo'n bordje van. Wat voor bordje hing er ook weer vet? We geven jullie veiligheid en dat er gewoon stond ongevalvrije dagen. 9 months away from home. Ik zal de salary die je Hoi, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Florien en vandaag loop ik weer mee met het Siemens Center in Amsterdam. En dit wordt part 2, zoals ik jullie had beloofd. En daar heb ik heel veel zin in. Ik ben net aangekomen. Ik moet nog even, even mijn spulletjes pakken. Ik ben helemaal zomers gekleed. Ik moet mezelf even bekijken in de spiegel, in het cameraatje ernaast. Of in het schermpje ernaast. Ik ben helemaal lekker kleurtje. Helemaal lekker mijn nieuwe pet op. Die heb ik expres gekocht, zodat ik gewoon... hoe zeg je dat? Zodat ik loop best wel veel in de zon. En ik loop soms te lang in de zon. En daarvoor heb ik een pet gekocht. Zodat ik niet zo... hoe zeg je dat? Niet zo erg in de... hoe noem je dat? Ik krijg best wel snel hoofdpijn. Of althans, ik loop zo lang vaak in de zon dat ik hoofdpijn krijg. En ik kan dus heel lang in de zon lopen. Maar het is gewoon niet gezond. En met een pet is dat toch wat makkelijker uit te houden. En ik krijg het gewoon ook heel erg snel warm, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus en met zo'n pet is het in ieder geval niet in je gezicht. En dat scheelt echt qua... hoe zeg je dat? Qua hitte werkt dat gewoon echt heel erg goed. Dus ik heb helemaal lekker mijn pet op. En ik ben helemaal klaar om deel 2 te maken. Ik hoop dat we heel veel gaan rijden. Ik heb er super veel zin in. Want de vorige keer heb ik natuurlijk niet echt zeemanslieden, zeemannen, zeevrouwen gefilmd. Dus ik hoop dat we daar deze keer wel wat meer... hoe zeg je dat? Wat meer... de ruimte voor krijgen. Maar en het is ook weer best wel laat. Het is 4:15. En nou goed. Ik ga lekker nu naar binnen. Ik ga eens even kijken wat deze boys aan het doen zijn. Oh, het is zo fucking heet. Oké, ik zie jullie wel weer als ik binnen ben. Ik wil het nou al zeggen. Ik zie jullie wel weer als ik ben aangekomen. Maar ik ben natuurlijk wel aangekomen. Dus ik weet niet wanneer ik jullie weer zie. In ieder geval heel erg snel. Hoor je ook, wordt kapot goed verzorgd. Ze zijn frituur aan het uitproberen. Super grappig. En voor, wat was het ook weer, Younes? Voor de havendag? Nationale havendag? Wat was het ook weer? De havendagen, ja. Havendagen. En daarom zijn jullie, maar die frituur hebben jullie nog nooit gebruikt hier? Nee, heel laat geleden. Ja? Wil niemand hier ooit lekker frituurtje? Wil niemand hier gewoon lekker snackje of zo? We hebben bitterballen, alles in de airfryer. Oh, die hebben gewoon een airfryer. Oh. Maar ze zijn dus nu hoe noem je dat? Friteuze? Hoe noem je dat? Wat is dit? Nee, hoe heet het waar die in gaat? Ja, friteus. Hij is nu aan het uitproberen, dus koud en lekker. Ja, dan moeten we wel een beetje actief krachtig. Dat stond er gewoon op, hè, wat je deed. Ik meen het niet, hè? Ik ook niet, hoor. Oké. Ik voel je al 9 jaar. Ik heb dit spel. Ja? Ja. Maar het is altijd toch iets, hè, met Nederlanders en Belgen. Het is... Ik ben brandend. Ja, ik niet zo. Wat gaat naar de Oba. Wat? Naar de Oba. Wat is dat? De bullet terminal. Met de koning. Fuck je. Yeah. Ja. Ja, man. We gaan even gekke Rowena zetten. Lekker, hoor. Hey, doei! Oké, we gaan nu naar de kolenterminal. Ja. Even kijken of het mag, want misschien mogen we daar niet filmen. Omdat sinds 9-11 zijn ze bang dat als je dan een bom mee wil nemen, dat dan de hele boel ontploft. Maar waar de fuck moet ik bom neerleggen? Gewoon nergens. We zijn er dus nu net uit die terminal. En nu zie je... Holy shit, wow! Zit dit gewoon kolen? Oké, we zijn dus net door de wasstraat gegaan. En ik had gevraagd of ik mocht filmen, maar het mocht niet. En nou ja, daar zijn natuurlijk allemaal regels voor, omdat kolen zijn... Oké, correct me if I'm wrong, hè, maar kolen zijn milieuvervuilend. En het is daar super brandgevaarlijk en zo ook. Dus ik vroeg aan Jonas van, stel dat ik nou zo'n bom zou leggen daarop, dan zou echt alles ontploffen. Maar het was zo fucking sick. Holy shit, er waren zo'n super gekke... Wat was dat, van die grijpers of zo? Hoe moet ik dat uitleggen? Kranen. Holy fucking shit. Echt super groot met die helemaal die kolen gingen van die boot af gingen halen van dat schip. En oh joh, het was zo fucking dik. Echt zo fucking groot. En
waar ze dat mee doen. Holy shit. En die wagens die daar op het terrein rijden waren ook echt zo groot. En het was zo ziek. En dat schip was ook zo groot. En het was crazy gewoon. En we moesten daar dus ook langzaam rijden. Want in verband met de veiligheid. En er hing daar zelfs zo'n bordje van... wat voor bordje hing er ook weer vet? We geven jullie veiligheid en dat er gewoon stond ongevalvrije dagen. En dat stond dan op 183. Maar goed, we hebben ze dus nu net afgedropt. De twee Filipijnse jongens, ik had net mee gepraat. Maar ze wilden niet echt op camera. En ze waren een beetje schichtig met ook vertellen over het loon. En ja, hoe moet ik dat zeggen, Younes? Die jongens worden uitgebuit? Of kan je het zo zeggen? Misschien is dat een beetje te heftig. Moderne slavernij. Moderne slavernij. En dat merk je wel heel erg. En dat is natuurlijk niks naar de captain of die jongens of iets. Want zij hebben er niks over gezegd. Maar je merkt het gewoon aan alles dat ze daar zo voorzichtig in zijn. Met vertellen van. En ze mogen bijvoorbeeld ook geen bier drinken. En die jongens, je moet voorstellen, zij zitten gewoon 6 tot 8 maanden aan schip. En it's crazy. Ja, midden in mijn verhaal. Nou, ik zal zo mijn verhaal afmaken, jongens. Maar vertel. De zeemannen die komen in het zeemanshuis. Die kunnen gebruik maken van onze flyers. Wat voor flyers? Voor city, wat? Voor city flyers, voor als ze naar de stad willen. Maduro Dam, ik ga stuk. Eventueel city maps, goedkope tarieven voor de taxi. Ja? En bijbelboekjes, wat nog steeds heel gewild is onder de zeeman. Ja, dus wel ja, leg het dus even uit, want zeemannen zijn vaak heel gelovig. Zeemannen zijn vaak heel gelovig. Omdat ze uit zo'n gelovig land komen? Meestal komen ze van de Filipijnen. Wat heel katholiek is. Je hebt ook heel veel Indiërs die christelijk zijn. Heel veel Russen, Oekraïners zijn in principe allemaal christenen. En nu zijn we hier aangekomen, hè? Dit is het. Het is nog rustig. Mijn collega is nu 8 personen aan het praten. Ja, je wilde niet mee. Je kon niet mee. Je kon niet mee. Nee, je mocht niet mee. Hé, hey, kijk, ja. Wie zien we daar op de achtergrond? We see one of the background. Who's that? That's me! Kijk eens. Kijk dan, ik word gewoon gesupport bij mijn YouTube-gast. De zeemannen komen binnen in het zeemanshuis. Ze kunnen hier even ontspannen, een ander behangetje zien. Ze kunnen tv kijken. Er is een kleine mini-supermarkt. Oh, it's no problem. Oh, oké. So that's, yeah. I'm from Russia, we are not so crazy. Ah, no. Russia! Yeah, no problem. You don't need to drink like whiskey or something. Vodka! Because we still have to walk tomorrow, half day. Okay. Teach me some Russian words. I don't know which one. No? Bad words. Bad words? Oh, no. Not to woman, not to girl, no. I don't want to tell bad okay, words. Okay, so like a nice word, like a common word. Woman? Like a hello or... Girl, it's a девушка. Девушка? Девушка. Девушка? Nice girl. Красивая девушка. Oh no, it's too hard, man. Красивая девушка. Красивая? Красивая девушка. Красивая девушка. Yeah. Look at this beer. Look at this shit. Would you like to have a broodje croquette, Sean? Not really. From the house. I'm having a... How is this a beer, man? It's not proper beer. No, it's not proper... What is this? It's a cut. It's a cut beer. If he was in England, he'd be beaten up by now. Hell yeah. Beat him up. Hello. Hey. Hello. Oh, dit moeten Russen zijn. Is het waar? Are you Russian? Russian? Yeah. Yes, Ukrainian. I told you. Russian. You look like Russian people. Filipino. Yeah? Yeah, man. Filipino? Filipino, yeah. I thought so. I thought so. Ja, maar hij is Russisch. En hij is Oekraïense, Oekraïne. Oekraïne en Russia. Ah, yesterday in the Siemens Center everything is possible, hè? Eh? Everything Ukraine is possible. Yeah, they told me. It looks the same. Yesterday it looks the same. We gaan met, nou ja, ik wilde zeggen Big Boss, maar je bent behoorlijk klein, dus... Oh, ik ben zo kutwijven, echt. Hoorde je mijn grapje? Ik hoorde je grapje. Ah, je negeerde me gewoon. Ik vond het niet grappig. Oké, nou, het is wel grappig, hoor. Oh my god, ik ben net bij de Malse Zee. Ja, ik moet heel even mijn ogen druppelen. Maar oeh, ik ben net bij de Malse Zee geweest. Ik ben verliefd. Oh my god, deze jongens waren zo knap. En ze waren zo lief en aardig. En ik heb dus een contactpersoon van hun gekregen. En hij zei ook van, ik ga ook nog even een mailtje sturen dat je bent geweest. Echt, als jullie dit zien, shout-out naar jullie. Echt, jullie zijn echt amazing. Dat is op het begin een beetje... Hij dacht echt, wat de fuck kom jij doen? Hij zei niet eens dat tegen mij. En ik durfde niet meer naar binnen.
Maar uiteindelijk is het helemaal prima. En ze weten natuurlijk niet wie jij bent, hè, maar het was helemaal geweldig. Ze hebben hier kapot hard een beetje staan. Maar dat was echt. Ik ben verliefd. Ik ga over deze jongens dromen. Yeah, it's better. Ja. What is? What was? Yeah. Where you can find it? Yeah. You also want to be on it. Give me you YouTube, give me the YouTube. I will type in. What type my name? Ze willen allemaal op YouTube, man. Do your thing. Nee, maar... Just tell something. How long are you at sea? I have been in last 2 months here. Now since almost 9 months contract. You have to stay here 9 months. Yeah. 9 months away from home. And you have like a wife, kids? No kids, just married. You want kids? Maybe someday? No, she's already now 4 months already. Oh no! And you're not there! Oh, congrats, yeah! You already know what it is? No, right? No. What do you want? A boy or girl? Girl, yeah? That's so cool. Whatever first lady. No. Oh, yeah. What do you like about Amsterdam? I can say that glasshouse. Glasshouse? Yeah. Glasshouse means the red light district. Yeah, light. Dus de ballen, jongens. Oké, that's the only thing you like. So not the candles, not the flowers, yeah, only the glass house. We like it, but mostly when we came here, we searching in YouTube, like, where is the glass house? Where's the glass house? Yeah. Yeah. No. I just give only the some kind of gold. Gold. Like Mangal Sutra. We call it Mangal Sutra. Mangal Sutra? Yeah, the Bengal. Not Kama Sutra. Not Kama Sutra. Yeah. What do you earn with the, like, what kind of salary do you have? Around $1,500. Per month. Dit is zo koud, vind ik. Deze guy is gewoon helemaal aan het vertellen dat hij dus getrouwd is. En dus gewoon naar de Wallemal. Ja, ik vind het... Ik weet je, ik kom daar gewoon niet bij. It's fine, weet je. Hij vertelt het aan haar. Zij is er... She fully agrees. Het is in ieder geval eerlijk. Ik zei ook tegen hem van... In Nederland is dat echt heel anders. Wij doen dat gewoon niet. Als je gewoon met elkaar bent, dan... Doe je dat soort dingen. Hij zei ook, hè. Wat ik vertelde hem. Ik zei ook tegen hem van... Van wij doen dat hier niet in Nederland. Als je gewoon een relatie met elkaar hebt, dan blijven we bij elkaar. Hij zei die, oh, yeah, really? Nou jongens, zoals jullie kunnen zien ben ik thuisgekomen en I'm sorry about the light, maar ik kan het gewoon niet beter maken. Het is gewoon donker. Ik ben echt thuisgekomen van zo'n fucking leuke avond. Ik wil echt allereerst Karim echt zo erg bedanken dat hij me voor de tweede keer wilde ontvangen, maar ook zo goed altijd voor me zorgt. Echt, ik word daar echt met open armen ontvangen. Er wordt altijd aan me gevraagd zodra ik zit, wil je wat drinken? Na een uur wordt het gevraagd, al kom ik net terug. Er wordt elke keer gevraagd, wil je wat drinken? Wil je wat eten? Heb je honger? Er wordt zo goed voor je gezorgd en je ziet ook echt dat hij en heel het team ze echt met liefde voor deze mannen en vrouwen, maar ik heb nog geen vrouw gezien, maar het liefde voor deze mannen en vrouwen zorgen en ook gewoon dit echt oprecht vanuit hun hart doen. En ik vind dat zo bijzonder. Ja, ik weet niet, er hangt daar gewoon zo'n relaxe sfeer en je ziet ook echt dat ze het voor deze mensen doen. En er zijn ook zoveel... Ze hebben wat mogelijkheden. Ze kunnen zichzelf, ze hebben verzorgingsproducten, souvenirtjes. En wat ik ook heel prettig vind, is dat ze echt ervaring hebben. Dus als mensen komen, ze weten vaak van welk land ze komen, het schip, hoe hun dagen eruit zien. Moderne slavernij bestaat gewoon nog steeds. En ik vind dat zo kolossiek, dat net zoals racisme en vrouwenhaat. Je denkt dat dat allemaal weg is of minder, maar het is er gewoon nog. En deze mannen worden gewoon echt, en vrouwen, worden echt uitgebuit. En ik zeg niet dat het in elk schip zo is, maar de meeste werken voor 1000 of 1500 euro 6 dagen in de week. Aan schip om onze shit te vervoeren of zodat wij brandstof hebben of whatever. Ik krijg echt weer zieke last van mooie korsten, dus ik ga lekker afsluiten. Als je het nou een leuke vlog vonden, doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet me niet voor op Instagram om op de hoogte te blijven van alles. En als je nou een idee hebt met wie wat ik de volgende keer wil meelopen, laat het vooral even weten in de comments of in een DM op Instagram. En dan komt er nog iets nieuws bij. Volg me ook op TikTok. Want als je de echte ik wil zien, als in ik ben overal mezelf. Maar als je de echte ik wil zien, als in de grapjes en whatever. Volg me dan lekker op TikTok, waar dan maak ik hele leuke filmpjes. En ja, helemaal leuk. En dan zie ik jullie volgende week weer met een gloednieuwe vlog.